Goedenavond allemaal. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar ik wil u graag iets vertellen over gehandicaptenzorg na de 3 decentralisaties. De afgelopen 2 jaar heb ik samen met Jos van der Lans door het land gereisd om te kijken hoe het eigenlijk gaat met die decentralisaties en mensen gevraagd, wat zijn nou eigenlijk de beloften van die decentralisaties? En dan zie je dat een paar dingen steeds terugkomen. Voor de burger gaat het over zorg dichtbij, nabij. Het gaat over zorg die op alle levensdomeinen is en in samenhang. En het gaat erover dat burgers meer te zeggen hebben over de ondersteuning die ze nodig hebben. Voor professionals gaat het erover dat ze meer vrijheid van handelen willen hebben. Het gaat erover dat zij niet gebonden willen zijn aan bureaucratische regels, maar dat ze willen kunnen doen wat nodig is. En dat ze daarbij ook samenwerken met amateurs, met vrijwilligers en met mensen uit de omgeving van degene die ze ondersteunen. En voor beleidsmakers gaat het over preventie, omdat het goedkoper is. Het gaat over een integrale kosten-batenanalyse. Dus dat betekent dat je alle kosten en baten op een rijtje zet om waterbedden te voorkomen, waarbij een bezuiniging op de ene plek leidt tot extra kosten op de andere plek. Dat zijn beloften die je heel veel hoort. En in feite zou je die belofte kunnen samenvatten in een 3-dubbele machtsoverdracht. Van Rijk en provincie naar de gemeente, van de gemeente van het stadhuis naar de professionals in de uitvoering en van professionals in de uitvoering naar de burgers. Maar je ziet dat bij alle 3 die machtsoverdrachten dat het hapert. Om een voorbeeld te geven, je hoort heel vaak het motto 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Maar die ene regisseur heeft dan een enorme verantwoordelijkheid. Dat betekent dat hij op al die levensdomeinen voor in ieder geval toegang moet bieden tot een oplossing. Maar heel vaak gaat het om, bij een gezin met problemen, met gestapelde problemen, gaat het om toegang tot een huis of toegang tot schuldhulpverlening. En dat is heel lastig te organiseren. Dus dan zie je dat die ene regisseur wel verantwoordelijk is voor alles, maar de invloed is beperkt. Dus de cirkel van verantwoordelijkheid is veel groter dan de cirkel van invloed. En dat is een recept voor overspannen mensen in sociale wijkteams. Bij die decentralisaties hebben beleidsmakers een bepaald beeld in hun achterhoofd gehad. De filosoof Lolle Nauta noemt dat wel een ideaaltypische situatie. Als mensen over iets ingewikkelds moeten praten, dan hebben ze een beeld van iets wat eenvoudiger is. En dat beeld is het gezin met gestapelde problemen waar 17 verschillende hulpverleners over de vloer komen die voor een deel langs elkaar heen werken en voor een deel tegen elkaar inwerken. Daar moest een einde aan komen. Maar heel veel zorg voor mensen met een beperking past helemaal niet bij die ideaaltypische situatie. Omdat het om enkelvoudige zorg gaat of omdat er helemaal niet sprake is van de gestapelde problemen. En bovendien, als je een landelijke instelling hebt, dan heb je er helemaal niet altijd baat bij dat zorg lokaal georganiseerd is, nabij. Want dat betekent dat je met 200 partners een contract moet afsluiten. Wat betekent dan deze trend voor organisaties die zich bezighouden, die ondersteuning bieden voor mensen met een beperking? Eigenlijk kan je zeggen, de trend bestaat uit 2 ontwikkelingen, van nazorg naar voorzorg en van specialist naar generalist. Hoe verhoud je daar naartoe? Ja, je kan eigenlijk op 2 manieren tot zo'n trend verhouden. Of je gaat met de trend mee, of je gaat tegen de trend in. En je kan eigenlijk voortbouwen op wat je nu doet, of innoveren. Dat levert 4 kwadranten op. En het kwadrant van voortbouwen wat je nu doet en tegen de trend in is het lastigst. Dat is waar de thuiszorg op een gegeven moment in terecht kwam. Die konden alleen nog maar concurreren op prijs, omdat het product vaststond en dat ze alleen nog maar konden concurreren om het zo goedkoop mogelijk te doen, waardoor er zelfs organisaties over de kop gingen. Wat ook kan, is dat je tegen de trend in juist verder gaat specialiseren. Een andere mogelijkheid is dat je voortbouwt op het bestaande, maar dat een andere betekenis geeft. En de laatste strategie is dat je met de trend mee het heel anders gaat doen. Dat wordt wel de Blue Ocean genoemd in managementtermen. Je gaat niet in een kleine vijver concurreren met andere vissen, maar je zoekt het op een plek waar niemand anders het zoekt. Toegepast op de gehandicaptenzorg zou je eigenlijk kunnen zeggen dat voortbouwen op het bestaande, dat kan ook succesvol zijn als je tegen de trend ingaat. En buurtzorg is daar een voorbeeld van. Zij leveren een soort thuiszorg, maar ze hebben het wel op een andere manier georganiseerd met zelfsturende teams, waardoor ze toch concurrerend zijn. Je kan ervoor kiezen om tegen de trend in verder te specialiseren door bijvoorbeeld je te richten op mensen met een dubbele diagnose die en een beperking hebben en een strafblad.
Of mensen met een beperking die oud en dement worden. Dat is een trend tegen de trend in, want het wordt steeds specialistischer, maar je kan er wel in floreren en in overleven. De mogelijkheid om te zeggen, ik ga met de trend mee, maar ik bouw voort op het bestaande, is wat je her en der het land ziet gebeuren, is dat door de decentralisaties instellingen die zich richten op één groep, bijvoorbeeld op de groep mensen met niet aangeboren hersenletsel, dat die opeens de deuren openzetten, waardoor ze ook een buurtfunctie krijgen. Dat krijgt het bestaande aanbod een andere betekenis. Maar het meest interessant is natuurlijk die groep rechtsboven, waarin je met de trend meegaat en het echt anders gaat doen. En een voorbeeld is het Kabouterhuis. Dat was een instelling die zich richtte op jonge kinderen met gedragsproblemen en een beperking. En het was altijd de praktijk dat die kinderen uit het kinderdagverblijf op de school werden gehaald en naar het Kabouterhuis werden gebracht. Maar ze hebben het omgedraaid. Nu halen ze niet de kinderen naar hun instelling, maar de specialisten van de instelling gaan naar de school of naar het kinderdagverblijf om daar pedagogische medewerkers of leerkrachten te ondersteunen om te kunnen gaan met deze kinderen. Dat is een andere manier waarop je je kennis inzet. Maar het kan ook, je kan ook denken aan telezorg. Dat past bij de trend. Mensen moeten dichtbij in hun eigen omgeving kunnen wonen. Maar ze hebben soms specialistische hulp nodig. En dat kan dan via telezorg, via een camera, zoals ik nu met jullie praat. Eigenlijk zou je dat kunnen zeggen dat de verschillende mogelijkheden zijn. De groep waarvoor dat het meest interessant is, dat zijn de mensen met een licht verstandelijke beperking. Als je gaat kijken naar de gehandicaptenzorg, zie je dat daar ook de grootste groei zit. En mijn stelling zou eigenlijk zijn, is dat je hier die belofte van de decentralisatie echt waar moet maken. En dat is minder gericht zijn op zorg, maar veel meer deze mensen ondersteunen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het leven. Het gaat om ontzorgen. Ontzorgen als het gaat over wonen, ontzorgen als het gaat over schulden, ontzorgen als het gaat over dagbesteding. En daar moet je ook gebruik maken en investeren in sociale steunstructuren die deze mensen helpen om het leven aan te kunnen. Als je teruggaat naar die belofte, dan zou ik ze eigenlijk willen samenvatten in 5 aanbevelingen. En het eerste is, ga mee met die trend van nazorg naar voorzorg. Het tweede is, leer dwars door kokers te denken en te rekenen. Reken af met die verkokerie in de publieke sector. En er is een prachtig onderzoek gedaan in Zuid-Holland-Zuid, waarin gekeken is hoeveel geld er eigenlijk uitgegeven wordt per huishouden in het sociale domein. En mensen schrokken zich wild. Er waren gezinnen waar in 1 jaar meer dan 160.000 euro werd uitgegeven. En ik heb die vrouw waarin dat geld werd uitgegeven geïnterviewd, Gladys. En ze had 3 kinderen, waarvan 2 chronisch ziek omdat ze sikkelcelziekte hadden. En eigenlijk liep het in het gezin steeds uit de hand als een van de kinderen in Rotterdam in het ziekenhuis moest zitten. En zij daar niet heen kon omdat ze het geld niet had omdat ze in de schuldsanering zat. En dan liepen de spanningen op en dan moesten die kinderen met een spoed uit huis geplaatst worden. En toen zij te horen kreeg dat er 160.000 euro aan haar was besteed, zei ze, wat? Had ik dan niet een beetje geld kunnen krijgen om naar het ziekenhuis te kunnen gaan? En dat laat zien dat dwars door de kokers denken en rekenen opeens ruimte schept voor een andere aanpak van de problemen. Die goedkoper is en meer perspectief biedt voor de persoon in kwestie. Een volgende iets wat ik denk dat je zou moeten omarmen is dat in de publieke sector niet moet worden geïndividualiseerd, maar gesocialiseerd. Niet naar het individu kijken, maar ook de omgeving erbij te betrekken. En ook samenwerken met vrijwilligers. Nu is geen enkel stelsel ideaal. En er zijn altijd dingen die niet kloppen of die eigenlijk niet uit te leggen zijn. Die wel gewoon zijn, maar niet normaal. En daarvan zou ik zeggen, daarvan moet je die gevallen, die casussen moet je boven water krijgen. En aan de hand van die casussen leren. Dat is wat ik noem praktijkgestuurd leren. En tot slot, maak werk van die machtsoverdracht naar mensen met een beperking en hun omgeving. Wat betekenen deze aanbevelingen en deze ontwikkelingen nou voor de brancheorganisatie? Eigenlijk kan je daar hetzelfde kwadrant bij gebruiken. Ga je met de trend mee of ga je tegen de trend in? En bouw je voort op het bestaande of ga je iets nieuws doen? En als je voortbouwt op het bestaande tegen de trend in, dan word je een lobbyclub die lobbyt ten aanzien van een centrum zonder macht. Als je tegen de trend in iets nieuws gaat doen, dan zou je jezelf kunnen ontwikkelen tot een centrum dat masterclasses geeft op nieuwe ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld zoals telezorg.
Maar je kan ook met de trend meegaan en zeggen, nee, het moet veel horizontaler gericht zijn. En wij worden een platform voor kennisuitwisseling voor mensen die werken voor mensen met een beperking. Maar het meest interessant vind ik eigenlijk met de trend meegaan en iets nieuws doen. En dat betekent dat je je ontwikkelt tot een gemeenschap, tot een beweging van mensen met een beperking, hun naasten en de professionals. Dat lijkt de emancipatiegedachte van de decentralisatie, dat mensen meer zeggenschap krijgen over de zorg. Omdat, zoals Gandhi zegt, alles wat je voor mij doet zonder mij, dat doe je tegen mij, om dat waar te maken. Dus dat brengt mij eigenlijk bij de vraag, als we de belofte van de decentralisatie willen inlossen voor mensen met een beperking, dan wat betekent dat dan voor jullie werk, voor jullie organisaties en voor de brancheorganisatie? Ik wens jullie een vruchtbare discussie.